De regering gaat nu elke vraag van de samenleving over de COVID-19-vaccinatie beantwoorden. Woorden van minister Ömer Ramadien gisteren in de congreshal bij de launch van de Nationale Informatiecampagne voor COVID-19-vaccinatie. De bewindsman zegt dat er veel ruis en misinformatie is over het vaccin. Men twijfelt veel en men is bezorgd van wat is dit aan juiste dressie. Laat die ook hier aan juiste spoitie. Die zang, zei de. Dat is allemaal niet te maken met informatie. We horen en begrijpen dus als u de vraag stelt, waarom moet ik me laten vaccineren? Of is het vaccin wel veilig? Waarom kiest Suriname niet voor Pfizer, maar waarom voor AstraZeneca? Waarom niet voor Moderna? Vandaag starten wij vanuit de overheid officieel met het beantwoorden van deze vragen. En de voorlichtingscampagne richt zich dus op het informeren en activeren om te gaan vaccineren. Namelijk dus de bereidheid van het vaccin te verhogen, maar ook garanderen dat het vaccin naar elk deel van Suriname, naar elke Surinamer moet gaan. Vaccinatie is onze belangrijkste troef in de strijd tegen COVID-19. Deze informatiecampagne wordt uitgevoerd door de Backlot. Directeur Henna Draaibaar zegt dat Suriname moet beseffen dat vaccineren essentieel is. President Chandrika Prasad Santokhi wees erop dat in diverse landen is bewezen dat het vaccin werkt. Dus er is geen reden voor twijfel. Wij moeten zorgen dat het vertrouwen er komt. Dat als wij die vaccinatie toegediend krijgen, dat we oké zijn. De campagne, zoals de minister net al aangaf, gaat zich richten op twee sporen. Namelijk informeren en dan direct informeren. Maar vooral ook activeren om het te doen. En we gaan er alles wat we maar mogelijk hebben voor inzetten. Maar het allerbelangrijkste waar we gebruik van gaan maken is de kennis en de know-how die hier in deze samenleving is. Dus het werkt. I walk up. If I walk it, I'm picking. Dus laten we die wetenschappelijke informatie gebruiken om de mensen te beïnvloeden. Role models, bijzonder belangrijk, Hannah. Role models inzetten. De gewone burger inzetten. We willen een gezonde samenleving. Dat was president Chandrika Prasad Santokhi. Hij wacht ook op het moment om gevaccineerd te worden.